Ga altijd voorbereid op pad. Maak thuis alvast een boodschappenlijstje van de producten die je echt nodig hebt. Kijk in onze folder. Daarin staan altijd de actuele aanbiedingen. Zo kun je veel geld besparen. En vergeet niet te eten voordat je op pad gaat. Met honger winkelen zorgt er vaak voor dat er veel onnodige producten in je mandje belanden. Op onze groenteafdeling kun je zowel gesneden als ongesneden groenten kopen. Als je kijkt naar deze spersiebonen, gesneden, hartstikke handig natuurlijk. Maar besef je wel dat het gesneden product twee keer zo duur is als het ongesneden product? Op de vleesafdeling kun je voordeelverpakkingen kopen. Deze verpakkingen zijn net iets groter dan de kleinere verpakkingen. Is het te veel? Vries de helft in. Daarnaast op een vleesafdeling zie je vaak de 35% kortingstickers. Je herkent ze hier aan de gele stickers. Dit product is dan beperkt houdbaar, maar nog prima te gebruiken dezelfde avond. Of als je het invriest, dan is het prima te verlengen nog. Spaar je lege flessen op. Zo heb je altijd een stiekem spaarpotje. Als je je flessen één keer per maand inlevert, heb je altijd een extraatje om leuke dingen van te doen of gewoon om de maand door te komen. Kijk altijd naar het onderste schap. De producten op het onderste schap zijn vaak veel goedkoper dan de schappen daarboven. Zo ook met deze rijst. De kiloverpakking biedt veel meer voordeel. Kijk op het schap altijd naar de huismerken. Het huismerk is vaak veel voordeliger dan het A-merk. Maar soms kan het A-merk weer voordeliger zijn. Zoals deze week is het 1 plus 1 gratis op de maaltijdpakketten. In dit geval zijn de A-merken weer goedkoper. Dus blijf altijd bewust en blijf vergelijken. Zoals ik al eerder zei, het kopen van grotere verpakkingen, voordeelverpakkingen, levert extra voordeel op. Maar ja, dan heb je te veel gekookt. Wat doe je met de restanten? Bewaar ze in een hele mooie vershouddoos. Zo blijven je kliekjes goed bewaard en kun je ze eventueel ook nog invriezen voor een later moment. Neem altijd zelf je boodschappentas mee als je boodschappen gaat doen. Mocht je hem toch een keer vergeten zijn en je moet aan de kassa toch een tas kopen, koop dan altijd de Big Shopper. De Big Shopper is duurzaam, gaat jarenlang mee en is per saldo dus goedkoper dan een losse plastic tas. Mocht je een keer geld over hebben, dan kun je altijd verkiezen om koopzegels te kopen. Deze zegels leveren meer rendement op dan het geld op je spaarrekening.